Goedemiddag allemaal. Ja, we zijn er weer. Het is vandaag een woensdag, een mooie dag. Het is een beetje grauwig buiten, maar hey, dat maakt niet uit. Het is nu 13:37 en ik zit, zoals jullie kunnen zien, in de auto. Ja, dus ik heb nu net weer wat opgehaald voor de kleine in de buik. Ja, want jullie hebben al lang en breed vandaag de update vlog weer gezien. Ja. Is leuk. Dus ja. Ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gehad. En Roy heeft me ook gebeld, dus die ga ik even zo even terugbellen. Dus ja, eigenlijk dat. En dan ga ik zo nu eerst even naar de dierenvoedselbank. Dus de eigenlijk afkorting DVB. Boekjes heb ik al. Als ik het niet vergeet, laat ik dat jullie zometeen even aan jullie zien. Voor nu ga ik dus even naar de dierenvoedselbank. En ik ga Roy terugbellen. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze vlog. Ja. En ja, we zitten nog steeds in de auto. We staan nu bij de DHL. Bij duurt heel lang. Ja, duurt heel lang. Ben je nou ook wel goed in beeld? Zwaai eens eventjes en doe je kop eens even. Je kop. Ja, doe je even een beetje afvegen. Hè? Ja. Lekker man. Een reflectie maken. Zeg, is gewoon reflecties. Nee. Of chocolade pasta, kan gewoon. Ook lekker. Kan gewoon, jongens. Dan was het wel lekker geweest. Welke kring gaan we? Onze eigenste? Ja, die eigen, ja, is goed. Gaan we dan? Met de kringetjes. Nee, maar even, ik bedoel even. Ja, dat lopen. Ben je met de kringloop? Ja, ja, maar onze eigenste? Ja, waar hebben we altijd. Ja, waar we altijd de kringloop gaan. Oké, dan gaan we daar naartoe. De kringetjes. Dan gaan we daar naartoe. Prima. Nou, jullie gaan ons zo meteen zien bij de kring. Loop, dat ja. Dus. Is altijd wel gezellig en leuk, ja. Hoop ik, denk ik met, toch? 3 etages volgens mij. We gaan er rond, eerst in de eerste en de tweede. Hoppa. En zo. Ook weer gehad. Dus, wij gaan eventjes rijden en we nemen jullie mee in het toertje naar de kringloop. Dus tot zometeen. Ja, Ro die komt met een hele leuke uitvinding en een idee. Want met spul ophalen en voor de kleine in de buik, ja, was ik laatst heel dom. Want bij Ro zit die er nog in, de hoedenplank. Ja, en als ik hem open doe, hoppa, zie je dus er geen hoedenplank meer. Ik mis hem. Dus toen kwam Ro met een idee. We gaan even ergens naartoe om te vragen of ze namelijk een hoedenplank hebben. Misschien wel. Misschien ook wel, misschien ook niet. Dus mijn auto blijft even hier bij Wittebrug en waar die ook vandaan komt. Maar niet hier. Maar wel bij Wittebrug. Toch? Ja. Maar ja, maakt niet uit. Maar we gaan dus nu naar Parts of zo. Geen idee. Ik ga eens even kijken. Tot dus. Nee, maar hè? Jij kwam er mee, hè? Ja, kijk wat het is. Is het een tientje? Neem het mee. Anders, kijk maar verder. Ja hoor, daarom. En anders gaan we gewoon eens eventjes van de week eens eventjes naar de autosloperijs. Of ze het hebben. Maar we gaan dus nu naar Winparts. Geen idee. Ik zeg nu maar wat, hè. Zoiets dacht ik dat er stond. Maar kan het verkeerd hebben. Kan het ook goed hebben. Leuke cameraatje.nl. Leuke cameraatje. Op en op zonnepaneel. Oh, die, en die we ook voor even om hebben gehaald, ja. Deze. Hij is heel mooi. Maar we gaan hier dus naartoe. Directe Autoparts. Dus we gaan hier naartoe. Ja, daar zijn we weer heel snel. Dit was een bliksembezoek. Ja. Ja, bliksem. Ja, dat dus. Maar ja. Helaas heeft deze bedrijf geen hoedenplanken. Dus mocht je nou op zoek zijn naar hoedenplanken, alleen online of anders naar autosloperijs. Ja. En dan is het even iets goedkoper. Maar oké, maakt niet uit. Dat er heel veel onderdelen inderdaad. Dat dan nu wel. Hoe zei je dat? Dat er wel heel veel onderdelen. Ja, nou. En schoonmaakmiddelen en verfjes en weet ik wat allemaal. Heel veel dingetjes. Leuke dingetjes, grappige dingetjes. En ik ga even oversteken altijd om nog maar even uit te kijken. Maar nee, die hebben ze niet. Mooie Volkswagen trouwens. Een e-golf. Ja, kan ook gewoon hoppa, binnenbochtje pakken. Boom, bats, het zal je gebeuren. Maar oké, maakt niet uit.
Maar we gaan weer de auto in. Om eventjes naar de kringloop te gaan. En dan hoop ik dat of we er nog ergens gaan stoppen dat rozeetje van hé, maar daar hebben we een autosloperij ook leuk. Dus dat dus. Dus we gaan dus nu weer de auto in.
Zoals beloofd zijn we dus in de kringloop, wat ik dus al zei. En daar zijn we dus nu. Bij de grote kringloop van Nederland, zo weet ik het. En Ro, die is er ook bij. Hi, schat. En ik zag iets en dat we net binnenkwamen. En ik heb iets heel leuks. Kijk, een slapende stits. Hij is zo leuk, een slapende stits. Oh, kutie. En je hebt nog eentje. Ook blauw, ook blauw. Nee! Wat leuk! Gaaf! Oh! Oh, smelt, smelt. Smeltmomentje. Smeltmomentje. Ja, weet ik niet. Smeltmomentje. Gaan we met de lift of gaan we gezond doen? Oké, we gaan met de lift. Ja, want ik heb ook nog een keertje blaasontsteking erbij. Jee, dan ben ik zwanger en dan blaasontsteking erbij. Krijgen we. Nou, voor de mensen die het niet weten hoe dit werkt, gewoon hier op drukken. Knopje indrukken. Knopje indrukken. Is het ook? Gaat niet. Komt er. Hij komt eraan. Hij komt. Hij komt. Ja. En ik was een beetje ingezoomd. Beetje maar hoor. Kijk, daarin zou ik een knopje vasthouden. En nou niet meer. Zij is er bijna. Want hij komt al. Hij komt. Hallo. Hij zal niet, hè? Hij wil niet, wat ik wil. Nee. Kijk, komt hij al. Kijk, komt hij al. Hij komt. En vind jij zo'n lift eng? Creepy? Anders dan andere liften. Dat is een open lift, zeg maar. Ja, zoals je kan zien. Maar zo leuk. Ja, dan moet ik de deur open trekken als hij vrijgegeven wordt. Ja. Hij geeft groen aan hier. Als hij vrij is. Ja. En je moet een knopje drukken. Niet van de... Knop, kijk, er staat hier ook knop ingedrukt houden. Ja, dat houden we in als je hem indrukt. Dan gaat hij. Ja. Laat je hem los. Ja. Stopt hij. Ja. Dat is eigenlijk een soort veilig, hè? Maar ja, maar wel leuk. En dan gaan mensen op die balk leunen hier. Ja, en dus nooit op de balk leunen. Deze balk hierboven. Dat is een leuning. Nee, dat is geen leuning. Dat is een noodstop. Ja. Kijk, en als je hier indrukt, stopt hij dus op de etage die je aangeeft. Dat dan weer wel. Ja. Dit is dan één, zeg maar. En dan stopt hij. Dan gaat hij door. Ja. En je hoort hem. Oké, druk op één, druk van ons weg, maar gaat niet verder. Haha. Ik moet naar jassen toe, dan moet ik daar naartoe volgens mij. Ja, dat weet ik. Uitgezonderd jassen. En hoe toevallig moet ik een jas hebben? Jee. Ja, hoe toevallig moet ik een jas hebben, schat? Sorry. Ik moet gewoon een goede jas hebben, ja. Ik heb al een jas besteld, maar dat is een beetje te klein hier, zeg maar. Ik krijg hem niet dicht. Dan denk je, nou, normaal heb ik een jas XL. Nou, denk je van, ik moet een XXL hebben, maar nee. En ze hebben niet grote, dus... We gaan hier eens even zoeken of we hier mooie grote jassen kunnen vinden. Teken het waarschijnlijk niet, maar we gaan kijken. We gaan even zoeken. Ja. Dit is weer, kijk, dit is, en dit is, schat, waar ben je? Dit is weer te lang voor mij. Te lang. Okay. Ja, dat is weer te lang, want het moet wel boven mijn kont zitten. Dus dat, we gaan eens even zoeken. Naar een goede jas. Ja. En dit vind ik niks. Dit vind ik weer helemaal niks. Niks. Nee, ik vind er niks aan. Helemaal niks. Abba, een rode. Ja, picknick is heel fijn. Maar even nu gewoon even sereneus zoeken. Ja, dat is fijn. Ja, maar we zijn dus nu even op zoek naar winterjassen. En geen gele, alsjeblieft. Maar ik ga wel deze gewoon even passen om te kijken of ik hem pas. Ik denk het haast niet. Want ik weet ook niet welke. Het is een maat 42, maar ik ga gewoon even passen. Dat wel. We kwamen hier voor een jas voor mij. Maar alle jassen die wij zoeken, hebben ze niet. Zo. En dan gaan we weer naar beneden.
Met een lift. Met de groen indrukken. En dan moeten we groen indrukken. En moeten we even wachten tot die deur dicht is. Nee, wacht niet op. Druk maar groen in. Dan doet hij het niet. En nu wel. Hoppa, gaan we weer naar beneden. Je zou maar dit maar vastmaken met tape. Jee, en we zijn weer beneden. Ja, we mogen eruit. We zijn weer vrij uit de gevangenis. Grapje. Grappig, vond ik leuk. Ja. Nee, vind ik niks. Ik vind het niks. Kom. Waar kan het wel op? Ticket op? Ja. Nee, dat is frozen. Dat is frozen. Nee. Zeker niet. Allemaal kerstspulletjes. Allemaal kerstspulletjes. Allemaal kerst. Allemaal leuk. Allemaal kerst. Nog meer Lilo Stitch spullen? Of had je al helemaal goed bekeken? Ik vind het even leuk om te kijken bij en bij de knufs. Vind ik even leuk. Niet? Jammer. Nee, die leeuw hoef ik niet. Nee, dat is echt... Je moet het wel eventjes officieel gaan doen, schat. Nee, dat is geen Stitch. Nee, Ro, een Stitch is dat. En dan moet je niet zeggen, neushoorn Stitch. Nee, dan moet je wel gewoon goed zoeken, Stitch. De hele familie Panda, mama. Panda. Opa. Oh, opa. Leuk, man. Opa, is leuk. We zijn eventjes een andere kringloop gegaan, waar we eigenlijk nooit hier komen. Maar ik vind het wel heel leuk hier, echt. Het is knus. Je moet ook maar net weten hoe je moet lopen. Ja. Maar zelfs Ro die vindt het leuk. En dat is al bijzonder. Dat Ro het leuk vindt. Ja, en dit is zo leuk, cutie. Maar dit is geen lamp voor mij, nee. Hij is leuk om te zien, maar niets voor mij. Dit is leuk, heet dit allemaal, deze kleine... Ja. Heel grappig zo. Kan je daar weer teruglopen dan? Afdeling boeken helemaal, deze hele gang. Dan kun je daar erin en dan kom je hier er weer uit. Dat is alleen voor mensen die hier werken, maar goed. En zo kom je weer bij de woonkamer uit, zeg maar. De woonkamergedeelte. Geweldig. Heeft nog nodig, toch? Huh? Nee. Het moet gewoon even heel goed uitgeploost worden, meer niet. Ah, oh, kijk eens voor je moeder. Kwak eentje. Sorry, vond ik leuk. Kan er ook niks aan doen. Nee, maar ik vond hem wel leuk om het gewoon even te zeggen tegen je. Ja. Diverse tapijten, hoor. Tientje. Zo, 65 keer 100. 65, oké, nice. En zo kom je dan weer hier uit, zeg maar, bij de keuken. De keuken en de woonkamer inderdaad. Alleen de muziek staat een beetje hard, dus daar moet ik wel even mee opletten. Maar hé, dat maakt even niet uit. Het gaat om het idee dat we even weer een andere kringloop opzoeken. En dan onze eigen vaste. En zo kom je nog ergens. Ja, en dan kom je eigenlijk om te zoeken en naar een goede winterjas. Maar die heb ik ook al. Ja, ach, met je setje. Ja, precies. Is goed, joh. Hey, ja, echt best. Maar daar is ik al. We kwamen hier eigenlijk even voor een winterjas. Dus ik ga even kijken of ze hier een winterjas hebben. Maar ik denk het nog niet. Nee. Wat ik ook al zei. Ja, dan heb ik een jas besteld en bij de Genatal. Dan wil je hem terugsturen. Maar ze kennen die nummer niet vinden. Nee. Handig. Beetje raar, maar oké. Okay. Bellen, dan ben je ook al heel lang in de wacht. Dus daar moet ik morgen weer even achteraan bellen. Achter Prenatal. Ja joh, gaat lekker.
En nu gaan we eens even kijken voor een goede winterjas, wat niet al te duur is. Maar even bij de Vena. Toch? Ja, helemaal goed, zegt hij. Ook goed. Little Mayra LM? Nou, ook niet. Lekker duur. Ga ik niet doen. Duur. Duurkoop achter mij. Gaan we niet doen. Nee. Dat is. Ja, leuk spul. Dat dan weer wel. Dat zeker. Dat zeker hele mooie spullen. Maar wij gaan dus nu naar de Sena. Ja, en als we dan toch in de mall zijn, dan kunnen we beter nog even kijken bij de Jumbo. Ja. Sorry Jumbo. Hallo Jumbo. Zijn we weer. Hoppa. Kijk, en dat is het leukste. Ik weet precies wie op mijn vlog wil en niet hier. Dat is het leukste. Ik weet het precies hier allemaal. Ja, ik zie nog meer, Jammie, maar dat mag ik niet. Ja, mag wel, maar wordt niet aangeraden. Maar mag het wel. Want zo vaak eet ik dat niet, gerookte zalm. Ja. Ja. Ja, 6,76 euro voor 6 euro. Ja, het slaat nergens op, bro, ik weet het. En die? Achterin? Ja, ik had het vet. Ja, voor jou misschien. Deze? Ja, en voor jou misschien. En anders die stamppot. 2,50. Echt even expres helemaal niks. Want ik weet, Ro die houdt daar niet van. En van witlof. Maar dit is een stamppot witlof. Vond ik leuk. 2,50. Zo vind ik nog duur. Maar ja, maakt niet uit. Even. En je hebt ook nog die framboos hè, in mijn koelkast. Hè? Oh, voor morgen. Oké, dan begrijp ik het. Nee, is goed. Top van mijn god. Doe je goed. Complimenten ervoor. Ik geef je een compliment, hè? Hey. Dank je. Alsjeblieft, hè? En ik zei tegen Ro, ik ga even een snel blokje doen en door de action. Dus dat ga ik even doen. Dat vind ik leuk, even te kijken. Kijk en niet kopen. Dat is het leukste. Kijk en niet kopen. Even achter deze mevrouw langs op een hele goede. Kijken en sneupen. Altijd leuk. Nu allemaal nieuwe mensen die ik niet ken. Maar ook daar. Gewoon, daar heb ik schijt aan. Ja, dan gaan we weer eens even. Kijk, daar is ook allemaal weer. Kerstspelletjes is leuk. Grappig. En even kijken, want Rodi moest even wat leeggooien bij de wc. Dus dat mag dit even lekker doen. Dat dus. En weer eens even kijken. Bij mijn favoriete. Even die vind ik zo leuk tegenwoordig. Waarom? En nou, dan weten jullie waarom ik het leuk vind. Hé, hey, nieuwe, wat leuk. Gewoon neutraal deze. Wat leuk. Deze is leuk. Lekker neutraal. Heel mooi deze. Heel gaaf. En ik moet ook heel veel van deze nog hebben. Heel veel. En ook heel veel van deze. Ja, heel veel. Maar dat geeft niet. We gaan gewoon eens even kijken. Grappig. Dit is 56 stuks. Dat is ook 56 stuks. Het is 90 stuks. 90 stuks, 40 stuks. En 60. Nou, dan is deze goedkoper. En deze. En als ik het altijd voor mezelf kocht, zeg maar. Dat vond ik ook wel eens fijn. Dan pakte ik altijd deze, zeg maar. Dus ik wil gewoon even allebei checken hoe het is. Ook
Want dit is sensitief. En dit is gewoon regulair. Dus je moet sowieso van beide hebben. En dat is gewoon het goedkoopste. 90 stuks ongeveer. Dus ach ja, we gaan het zien. Maar ja, er zit, is niks. Dus ik ga weer naar buiten. En daar sta ik dan. Ja, met mijn auto. En met mijn groene auto op een groene parkeerplaats. Hetzelfde serviceplaats. Ho, wat zei je nou? Hetzelfde serviceplaats hier is. Maar ja. Het is bezet door parkeerders. Foutparkeerders. Ja, want dit is namelijk een bandenpomp. Is leuk. Maar je kan hier dus niet je band oppompen. Dus dan doe ik het maar eventjes zo. Mijn auto even hier neer knallen. En vies. En dan kan ik mijn bandjes wel even oppompen. Dus nu gaat Ro even mijn kenteken invoeren. Mijn kenteken. Ja, die kan ik ook doen. Zou je dan heel lief voor mij eventjes die dopjes er al vanaf willen halen? Ja, mijn doppies. Dat zijn doppies. Ja, mijn doppies. En mijn bandendoppies. Doppies. Ja, dat bijna wel. Nou, dan gaan we mijn kenteken invoeren. Nou, die weten we allemaal. Die is geen geheim. SR096. Heel geil. Ja, sorry. Wat zei ik nou? Oh, en dan moet Roos hem dan even helpen met dit. Doppa, doe ik even alvast zo. Zo. Hoppa, zo. Terug. Die. Voor en achter, hoog belasting inderdaad. Ja, ik heb al meer dan 5. Rijdt u met winterbanden? Nee. Normaal zou ik het al wel doen, maar... En nu nog even niet, want het is nog te warm daarvoor. Ja. Nou, dan moet hij dus daar wezen. En dan gaat Ro het even filmen zometeen. En dan gaan we even iets meer erbij pakken. Mag jij het gaan filmen? Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt mij niet uit. Mag jij er even gaan opstaan, zo? Opstaan, ik sta erop. Nee, ik bedoel hier op het snoertje. Ja. Maar niet te hard, want het gaat lek. Mooi, en dan eerst even dus verder? De achterste, deze. Verder. Deze hier achter. Ja? Verder met pompen. Achterbank. Ho, 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 ho. Moet ho. Je, ja, ho, ho, terug, ho, ho. Terug, eerst achter deze. Ja. Die. Ja, en niet eerder. Denk erom. Ja, kijk, het zal 2,8, 2,9 zijn. Helemaal goed. Dan gaan we verder met het bandje daar. Deze band. Ja. 2,8. Kan ik? Ja, jij mag. Ga maar gaan. Gaan we pompen. Ja, nu. 1. 2,7. Ja, klaar. Doe die achterste maar daar. Naar achter. Ik kan er nou nog langs. Dit heeft even een beetje aan de kant. Ja, kan ik. Ja, staat op 2,9 en jij hebt? Vraagteken. 2,8, oké. Okay. Mag nog wel wat bij, ja. Ja, check. Helemaal goed, klaar mee? Ja, en nou moet ik aan de voorzijde. Ja, daar kom ik wel bij. Nu wel. Oké, okay, gaan we die doen? Ja, staat op 2,8, ja, je mag. Ja, helemaal goed. Niks meer aan doen. Even geduld. Even geduld nog. Ja, welkom in de wandel. Blij mee? Ja, top. Helemaal goed. Oké. Okay. Dank je. Alsjeblieft. Dan doe ik het bordje terug.
daar lig ik dan in bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe.